Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel Arjen. En hij werkte inderdaad vroeger bij ons in het oude ministerie, maar tegenwoordig combineren we infrastructuur en milieu. Je kan ook niet anders. Hè? Als je een schop in de grond steekt, dan moet je ook rekening houden met de leefomgeving. Dus het is eigenlijk een hele mooie combinatie. Maar voor mij is het geweldig om hier vandaag te staan, want het is de laatste missionaire dag van dit kabinet. Volgens mij gaat vanavond onze minister-president ontslag aanbieden aan de koning namens het kabinet. En het is dus persoonlijk mijn laatste werkdag als missionaire minister. Daarna gaan we nog een hele tijd door, afhankelijk van hoe lang het duurt voordat er een nieuw kabinet is. Blijven we ook gewoon doorwerken, nemen we ook besluiten, doen we ook dit soort dingen. Maar het is toch altijd een beetje speciaal, zo'n laatste dag. En juist op deze dag geeft het mij ook heel veel voldoening dat ik met u de start kan markeren van de bouw van de Rijnlandroute. Want ik kom uit dit gebied, ik ben inwoner van Leiden. Ik ken de Rijnlandroute eigenlijk al vanuit een lange tijd geleden, toen ik nog wethouder was. Werd er al uitgebreid over gesproken in deze regio. En het is ook een moment dat symboliseert wat we eigenlijk de afgelopen periode op heel veel plekken gedaan hebben in Nederland. Van denken naar doen, van papier naar werkelijkheid, naar uitvoeren, naar praktijk. En dat vind ik heel erg belangrijk dat dit moment gekomen is. Dit zijn de game changers die Nederland uiteindelijk vooruit helpen. En de voorgeschiedenis van de Rijnlandroute is lang geweest, heel erg lang. Want sinds 1948 werd er al over gesproken, over een Oost-West-verbinding. De verbinding tussen de A44 en de A4. De weg die een eind moest maken aan de files op de N206. Een eind aan de stroom van verkeer door Leiden, maar ook door Den Haag. En de Rijnlandroute is de weg ook die ruimte moet geven aan de regionale economie met nationaal belang. Dit is, zoals u misschien weet, een regio waarin het centrum van de bollen, bloemen, planten, industrie ligt. Industrie klinkt een beetje raar eigenlijk bij dit soort meer biologische dingen. Maar 60% van de wereldhandel vindt hier plaats. En waarom duurt het zo lang? Nou, zo'n Rijnlandroute laat eigenlijk zien hoe complex het is om een nieuwe verbinding te leggen in een bestaand gebied. Maar het is een gebied waar mensen wonen, waar mensen werken, waar mensen recreëren. En met de nieuwe weg, we hebben in het verleden heel veel wegen verbreed. De laatste tijd zijn we echt bezig om ontbrekende schakels aan te leggen. En dat is echt vele malen complexer. We hebben in deze regeerperiode gedaan, de A15 wordt doorgetrokken, ring om Utrecht. De A13 en A16 worden met elkaar verbonden. Er zijn meer stukken, de Blankenburgtunnel. Maar ook dit soort combinatieprojecten van Rijk en provincie, waarin er dus nieuwe schakels aangelegd worden, zijn in deze periode besloten. En ze zijn extra moeilijk, ik zei het al, want je gaat altijd door iemands achtertuin of je gaat door iemands bedrijf. En dat maakt het gewoon heel complex. En dat is ook niet voor niets dat er jarenlang over gesproken is. En het is ook niet voor niets dat de provincie heeft gezegd, nou, als we het dan gaan doen, dan moet hij ook zo goed mogelijk ingepast worden. Want we beseffen dat we met het oplossen van het mobiliteitsprobleem aan de ene kant ook tegelijkertijd problemen veroorzaken voor de mensen die wonen en werken in zo'n gebied. En er zijn dus heel veel varianten vergeleken en doorberekend. Heel veel omwonenden hebben meegedacht. En gelukkig kan er ook steeds meer. Want ik denk dat Nederland inmiddels wel kampioen wegen inpassen is geworden. Als u de A4 Midden-Delfland, waar toch altijd heel veel verzet tegen was, als u daar nu overheen rijdt, dan denkt u waarschijnlijk, nou, het ziet er prachtig uit. Maar als u er omheen loopt of fietst, dan ziet u hem eigenlijk niet eens. U hoort hem niet. Het is gewoon echt heel mooi hoe dat ingepast is. En dat zien we ook terug bij de nieuwe verbindingsweg N434 die hier vlakbij gaat beginnen. Die wordt verdiept aangelegd, gaat voor het overgrote deel in een tunnel van 2,5 kilometer onder Voorschoten door. Maar we gaan nog veel meer doen. We gaan de A44 verbreden van 2x2 naar 2x4. Er komt een nieuw knooppunt met de A4. De bestaande brug in de A44 wordt vastgezet en er komt een tweede naast. En bovendien gaan we de A4 verbreden tussen Vlietland en de N14. Er komt een faunapassage onder de A44 door. Het is bijna jammer dat ik ophoud met mijn baan. Straks kunnen we er een stuk sneller komen. Maar het is in ieder geval een hele complexe puzzel. En het is het grootste project van de provincie Zuid-Holland. Ik heb 3 gedeputeerden gezien in de afgelopen periode. Die zich hiermee bezighielden. En daarvoor waren er ongetwijfeld ook nog veel meer.
Als je van Dijk hebt, nog even een laatste staartje. Ingrid de Bond heb ik heel veel mee gesproken, samengewerkt. En natuurlijk Floor Vermeulen, die de laatste zaken hierop heeft gedaan om het ook echt mogelijk te maken. En er is een nadrukkelijk samenwerking met Rijkswaterstaat. Het Rijk draagt 470 miljoen bij van de 983 miljoen van dit provinciale project. Ja, dank u wel, mevrouw de minister. En inderdaad wat bijzonder dat u hier op uw laatste werkdag met alle bevoegdheden erbij aanwezig kunt zijn. Maar wellicht dat we inderdaad afhankelijk van de uitslag morgen nog heel enige tijd verder samen mogen werken. Wie weet. In ieder geval bijzonder dat u vandaag hier langs kunt komen. Natuurlijk ook welkom aan de minister, heb ik al gezegd. Aan de burgemeester van Voorschoten, wethouders. Natuurlijk ook aan oud-bestuurders die we hebben uitgenodigd. En niet in laatste plaats ook de aannemerscombinatie die hier is. Heel bijzonder om hier vandaag dit moment met elkaar nou, toch ook wel te kunnen vieren. En de minister zei het al, zo'n 70 jaar geleden werd voor het eerst gesproken over die Oost-West-verbinding tussen de A4 en de A44. Dat was toen nog een, en dat is ook heel lang gebleven, een weg op Maaiveld, de N11 West. Nou, de afgelopen jaren is verder gewerkt aan die inpassing, ik zei het al. En dankzij de samenwerking met het Rijk, maar vooral ook met de gemeente, ook hier aanwezig, hebben we de Rijnlandroute nu goed kunnen inpassen in het landschap. En de minister zei eigenlijk al, de verdiepte ligging is daar een mooie stap in geweest. Dus tunnel onder Voorschoten, waarvan eerst iedereen dacht dat die er nooit zou kunnen komen, maar die er nu wel komt. En uiteindelijk hebben we daar een goede balans weten te vinden tussen de functionaliteit en de inpassing in het landschap. Ik denk dat we er zeker daarmee nog niet zijn, hè? Want juist nu in de realisatiefase zullen we intensief moeten blijven samenwerken. We gaan echt een andere fase in met elkaar. Een aannemer aan boord. Ik vond het ook heel mooi dat de combinatie Komo 5 zich laatst kon presenteren aan de bestuurders. En vandaag ook breder aan u hier aanwezig. En dat is ook echt een cruciaal moment. Er gaan nu dingen gebeuren. Er staan nu al paaltjes in de grond. Er worden eerste huizen worden gesloopt. De werkzaamheden vangen aan. En dan ga je echt ook uitvoering in. En zullen we ook elkaar nodig blijven hebben om in de uitvoering ook voortgang te realiseren. En de intensieve samenwerking tot op heden is denk ik ook een voorbeeld geweest van hoe we dat ook in de toekomst kunnen doen. Na het start zijn vandaag gaan we dus aan de slag. Niet zomaar een aannemer overigens. Een aannemerscombinatie Komo 5 die zichzelf straks zal presenteren. Maar die ook heel veel ervaring heeft met dit soort projecten. Ook internationaal ervaring heeft. Nationaal ervaring heeft. We zijn ook heel blij dat jullie aan boord zijn om dat werk voor ons te gaan doen. En dan uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat we eind 2022 hier ook echt kunnen gaan rijden. Maar ik wil toch nog even terug naar de minister, want dit is natuurlijk een mooi voorbeeld van de goede samenwerking. Maar er is een hele mooie samenwerking geweest op heel veel andere trajecten in de provincie Zuid-Holland. En u noemde het zelf al, bijvoorbeeld de Blankenburgverbinding waar we aan het werk gaan. De A16 Rotterdam waar we mee aan de slag gaan. De opening van de parallelstructuur A12 die we hebben meegemaakt. De A4 Midden-Delfland, allemaal projecten waar u aan heeft bijgedragen. En dan noem ik bijvoorbeeld nog niet de waterportefeuille, waar heel goed tussen de provincie en het ministerie ook is samengewerkt de afgelopen jaren. Dus we gaan u missen. Maar we weten dat alle mooie bijdragen die u ook geleverd heeft, dat echt een wezenlijke bijdrage aan de provincie Zuid-Holland en aan de economie heeft geleverd en zal blijven leveren. Dus heel veel dank daarvoor. Ja, en dan is het eigenlijk het moment aangebroken om het startsein te gaan geven. Maar wij krijgen eerst nog een toelichting door de aannemer. In ieder geval is het heel belangrijk dat we hier vandaag deze stap zetten. Na 70 jaar discussie, eindelijk eind 2022 zien we het resultaat. Ik dank u heel hartelijk en geef graag het woord aan de aannemerscombinatie. Mevrouw de minister, meneer de gedeputeerde, geachte aanwezigen, and I would also like to address a special welcome to the international attendance from our joint venture, but unfortunately I continue in Dutch.
And after 5 years, all of you will speak fluently Dutch, I'm convinced. Het is mij een bijzonder genoegen om als voorzitter van de Raad van Bestuur van Comol 5 enkele woorden tot u te mogen spreken. En mede namens mijn collega's in de Raad van Bestuur spreek ik dan ook onze dank uit voor deze uitdagende opdracht aan Comol 5. En daar zijn we trots op. Comol 5 is een internationale combinatie van de bedrijven Dimco, Vinci Construction Grand Projet en de TBI-bedrijven Kroon, Wolter en Dros en Mobilus. Als gezamenlijke bedrijven hebben wij eerder meerdere tunnelprojecten succesvol gerealiseerd in Nederland. Onze succesvolle aanpak is gestoeld op optimale samenwerking met alle betrokkenen en een gezamenlijke focus op het eindresultaat. Bouwen is niet zonder risico's. En daarom is voor ons de veiligheid van allen die betrokken zijn bij de bouw of hiermee in aanraking komen, de hoogste prioriteit in onze bedrijfsvoering. Bouwen geeft overlast. Dat is onvermijdelijk. Wij zullen er echter alles aan doen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.